U hebt de beschikking over verschillende laadkabels om je voertuig te laden. De Chameleon-lader is een echte innovatie waarmee u optimaal gebruik kunt maken van het beschikbare vermogen van alle soorten laadterminals, tot 22 kW, waardoor u de optimale laadsnelheid krijgt. Uw voertuig is dus compatibel met alle laadsystemen die wisselspanning leveren. Of dit nu thuis is, op uw werkplek of in openbare ruimte. Met de FlexiCharge kunt u uw voertuig aansluiten op een GreenUp veiligheidsaansluiting of een stopcontact. Handig wanneer u niet thuis bent bijvoorbeeld. Bij een standaard stopcontact voor af en toe opladen kunt u uw voertuig in 13 uur volledig opladen. Let wel op dat deze manier van laden slechts voor af en toe bedoeld is, om te zorgen dat u thuis of op uw werk kunt komen wanneer er geen terminal beschikbaar is. Met de 3,7 kW GreenUp accessaansluiting kunt u uw batterij in 8 uur opladen. De 7,4 kW Wallbox is een oplaadunit voor thuis of op het werk die een volledige laadcyclus in slechts 4 uur kan uitvoeren. De meeste openbare oplaadstations langs snelwegen leveren 22 kW aan vermogen. Bij dit type terminal kunt u er met de Chameleon-lader voor zorgen dat uw voertuig tot 80 km aan bereik terugwint in slechts 30 minuten, de duur van een koffiepauze bijvoorbeeld. Let op, volledig opladen van 0 tot 100% duurt slechts 1,5 uur. Schakel voor het opladen van uw voertuig de parkeerrem in, schakel het contact uit. Pak de laadkabel uit uw bagageruimte en sluit het uiteinde van de laadkabel aan op de stroombron. Open de laadklep, vervolgens de klep en sluit de stekker aan. Het laadcontrolelampje knippert vervolgens om aan te geven dat het voertuig en de aansluiting worden gecontroleerd. De kabel vergrendelt zichzelf automatisch. Trek voorzichtig aan het handvat om te controleren of hij goed is aangesloten. Let op, het is uiterst belangrijk dat u de laadkabel volledig uitrolt om warm worden te beperken. Zodra het laden geprogrammeerd is, wordt het laadcontrolelampje geel. Tijdens het laden knippert het langzaam en is het lampje groen. Bij aanvang van het laden wordt het voedingsniveau, laadniveau en de geschatte laadtijd op basis van de resterende voeding en de voeding geleverd door het laadstation weergegeven op het instrumentenpaneel. Dit controlelampje gaat branden wanneer het voertuig op een voedingsbron wordt aangesloten. Wanneer het laden is voltooid, stopt het laadcontrolelampje met knipperen en blijft het groen. Wanneer het laadcontrolelampje rood is, is er sprake van een storing. U moet dan contact opnemen met een Renault-garage. Koppel de kabel altijd in de volgende volgorde los. Druk op deze knop op uw sleutel om de laadkabel te ontgrendelen. Koppel de kabel los. Druk vervolgens de klep en de laadklep in om deze te sluiten. Koppel tenslotte de kabel los van de voedingsbron en berg deze op in de bagageruimte met behulp van de meegeleverde band. Let op, u kunt uw voertuig niet starten zolang het verbonden is met de laadkabel. U kunt de starttijd voor opladen van uw voertuig inplannen vanuit het EasyLink multimedia systeem. Zo kunt u uw oplaadschema bijvoorbeeld aanpassen aan daluren. Selecteer wanneer het voertuig stilstaat op het multifunctioneel scherm Instellingen, Voertuig, Plannen en dan Laden. Vervolgens kunt u kiezen uit 3 soorten planningen voor opladen. Direct, uitgesteld of gepland. Als u voor direct opladen kiest, begint het laden zodra u uw voertuig aansluit op een stroombron. Met uitgeschakelde motor en de parkeerrem geactiveerd. Met de optie uitgesteld opladen kunt u het opladen van uw voertuig binnen de volgende 24 uur starten. Druk om een tijdstip te kiezen op aanpassen. Selecteer een starttijd. En druk dan op sluiten om uw keuze op te slaan. Er wordt een herinnering voor de geplande oplaadtijd weergegeven op het multifunctioneel scherm.
Mocht u uw voertuig tenslotte op één of meer dagen van de week willen opladen, kies dan voor gepland. Druk op wijzigen en selecteer vervolgens het oplaadschema dat u wilt opslaan. Voer een starttijd, een eindtijd en de gewenste dag in en druk vervolgens op sluiten om uw keuze op te slaan. U kunt maximaal 5 laadschema's opslaan. Er wordt een herinnering voor uw oplaadschema's weergegeven op het multifunctioneel scherm. Druk op uit om één of meer van deze schema's uit te schakelen. Zodra een schema is opgeslagen, wordt dit waarschuwingslampje weergegeven op het instrumentenpaneel. Zorg dat uw voertuig is aangesloten op een stroombron met uitgeschakelde motor en de parkeerrem ingeschakeld om ervoor te zorgen dat het laden begint op het geplande tijdstip. In de tab Kalender worden tenslotte al uw oplaadschema's en hun duur in blauw weergegeven, terwijl de tijden voor de comfortschema's in rood worden weergegeven.